Hoeveel druk staat er op het NK? Nou ja, in principe is het de belangrijkste maanden van het seizoen komen er nu aan. Dus er staat wel, wel druk op. Ja, moet wel gepresteerd worden. Ik loop nu al een aantal jaren mee, dus ik ben gewend om NK's te rijden en om te moeten plaatsen voor WK's. Het zorgt voor een extra scherpte en extra drive om een goede race te rijden en richting die perfectie te gaan. En dit seizoen is natuurlijk iets anders omdat we in januari, februari het NK hebben. Het is echt in een paar weken is het seizoen ook voorbij. Dus het is belangrijk om nu goede dingen te doen. Toch ging het in het verleden bij Netap op de belangrijke momenten nog wel eens mis. In 2017 startte hij op de 500 meter twee keer vals tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi en mocht hij niet naar de Spelen. En ook vorig seizoen op het OKT lukte het hem niet om kwalificatie voor Beijing af te dwingen. Ik probeer gewoon vooruit te kijken. Natuurlijk twee keer is op een OKT iets misgegaan, maar eigenlijk alle NK's heb ik altijd goed gereden de afgelopen 8 jaar. Dus ik wil me daar gewoon niet te veel op focussen en kijk gewoon vooruit en wil ik gewoon goede races laten zien. En dat kan. Dus ik voel me fit. En uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat ik dit weekend goede races laat zien door goed te schaatsen. En daar heb ik er niet zo heel veel aan om echt terug te kijken naar puur de kwalificaties van de Spelen. Nee, en word je er dan vaak aan herinnerd of juist helemaal niet? Of zeggen mensen tegen jou van blijf je gewoon focussen op wat je doet? Ik word er nu aan herinnerd. Ja. Voor de rest niet. Netap wil zich koste wat kost kwalificeren voor het WK-afstanden in Heerenveen. Maar de concurrentie is moordend. Marijn Scheperkamp, Stefan Westenbroek, Sebas Denies en Janno Botman zijn jonge, talentvolle schaatsers die dit seizoen al heel hard hebben gereden. Hoe kijk je ernaar? Als jonge jongens die inderdaad ook net zo gretig zijn als ik dat was toen ik jonger was. Je bent dan jong en je wil jagen op de jongens die al een aantal jaar hard rijden. En ik ben nu een van die jongens waarop gejaagd wordt. Dus ik herken dat. Maar uiteindelijk... Ik ben ervan overtuigd dat als ik me niet plaats, heb ik het echt aan mezelf te danken. En kan ik nu wel gaan focussen op jonge jongens die... Die er aan zit te komen. Maar ja, in principe hoef ik niet van al die jongens te verliezen. Dus ik moet gewoon op mezelf focussen en dan hoop ik dat het goed komt. Maar je bent liever jager dan prooi, toch? Als jij dat zegt. Ja, weet ik niet. Vraag van jou. Het is ook wel lekker om gewoon voor jezelf te jagen. Kijk, 500 meter is sprinten, is jagen eigenlijk. Of je nou de beste bent of iets minder. Je moet altijd gewoon volle bak gas geven. Dus in dat opzicht... Ja, wordt het spelletje denk ik in de trainingen wat anders, maar op de wedstrijddag zelf niet. En moet ik me gewoon focussen op mezelf en dan zien we waar het schip strandt. Ja. Hoe voel je je? Hoe sta je ervoor? Ja, fysiek wel goed. Eigenlijk beter dan een aantal weken geleden. We kwamen terug van Colobo en toen moesten we wedstrijd rijden. Dat ging niet helemaal zoals gewenst, maar we zijn nu lekker aan het uitrusten en aan het taperen, zoals je dat noemt. En ik voel me goed. Ik zit prima in mijn vel en probeer me gewoon te focussen op goede dingen. Het is nu wel zo, het moet nu wel gebeuren. Als je je niet plaatst, dan is het seizoen ook gewoon klaar. Dus je hebt nog volgens mij vijf weekenden of zo dat we wedstrijden hebben. Op ieder geval 5 weekenden is het seizoen gewoon klaar. Dus we moeten gewoon alles uit onze weekend halen of uit mijn weekend halen. En dan kan het een mooi seizoen worden of je zit in maart op de fiets.